Vrienden, hoe komt het nou dat wij in Nederland zo hufterig zijn? Ja, ik zag laatst een lijstje met de meest hufterige landen in de wereld. En Rusland stond 1 en Nederland stond 4. Ja, en het verbaasde me ook helemaal niet. Moet je kijken in het verkeer, hoe vaak er gescholden wordt en middelvingers worden opgestoken. En dan hebben wij, dat noemen we dan, zogenaamd een kort lontje. Nou, ik word daar heel erg moe van dat korte lontje. En ik ben daar eigenlijk ook een beetje klaar mee. Dan zorg je maar dat je lontje gewoon wat langer wordt, hè? En dat je niet de hele dag als een hork hufterig loopt te doen. Dat is hem. Toppunt van hufterigheid heb ik nu gekregen in mijn mailbox. Ja, van ene René. Die heeft mij geschreven. En René die schreef, ik reageer nooit op iets en ik schrijf nergens op. Maar dit keer, Harry, moet ik je dit toch even laten weten. Wat heeft hij voor beroep? Hij is verzorger van mensen die overleden zijn. Dus hij rijdt met zijn auto, rouwauto, rijdt hij naar de mensen hun huis en haalt hij de overledenen op. En wat schrijft René dan? Die zegt ja, dan kom ik bij die mensen in de straat. Er staan natuurlijk allemaal auto's aan beide kanten. Dus ik kan alleen maar recht voor de deur komen als ik dubbel parkeer. Nou, dat doen we dan. En dat doen we omdat dat de kortste route is met de overledene uit het huis op de brancard, hup, de auto in. Zo doen we dat. Ik kan moeilijk met die overledene een halve straat aan de sjouw gaan. Nee, dat kan ik niet. Hij zegt, en dan irriteer ik me zo aan de mentaliteit van de mensen. Dat schrijft René. Ja, want soms moeten ze dan even wachten in hun auto, want wij zijn even bezig. En dan gaan ze maar toeteren en lang toeteren en schreeuwen. En dan worden de meest verschrikkelijke dingen naar ons hoofd geschreeuwd. Dat is werkelijk om gek van te worden. En dan moet je even kijken wat ik naar mijn hoofd gegooid krijg. Ja, ik ga het even niet uitspreken, vrienden. Dus lees weer met mij mee wat Nederland schreeuwt naar mensen die een overledene komen ophalen. Dat is wat er gebeurt op dit moment in Nederland. Zo kort is dat lontje. En dat wordt alsmaar korter en vervelender en hufteriger. En hoe is het mogelijk? En René, die heeft daar dus op dagelijkse basis mee te maken. Mensen die in een rouwauto rijden, worden beledigd en uitgescholden. En René schrijft ook, hij zegt, dit toont ook geen enkel respect voor de familie, 0,0. En René vraagt zich dan ook af, zouden die mensen ook zo reageren als ik hun vader of hun moeder kom ophalen? Dat wilde René toch even kwijt, schrijft hij. En hij eindigt met de woorden, het is om te treuren. En dat is het precies, René.